Oké, in deze eerste sessie voor MicroTik voor beginners ga ik je tonen hoe je Winbox moet gaan downloaden en hoe je met Winbox aan de slag kan gaan en er zeker en vast al op inloggen. Goed, dus we gaan in eerste punt gaan aanhalen. Dus download eerst en vooral de MicroTik tool Winbox op MicroTik. Dus we gaan hier naar MicroTik en we zien hier software staan en hier Winbox en klik hier op Winbox 3.20 64 bit of 32 bit. Dus ik heb hier 64 bit, ik ga hierop klikken. Hier wordt deze gedownload en ik ga nu naar de map gaan, weergeven in map. Ik ga deze knippen. Ik ga deze sluiten en ook de browser. En ik ga deze hier op mijn bureaublad gaan plakken. Zo, oké. En ik ga hier een snelkoppeling naar de taalbalk gaan brengen ook. Zo, oké. En dan zijn we vertrokken. Goed. Wat hebben we nu al gedaan? Download eerst en vooral de MicroTik tool, Winbox. En open de downloadmap en knip de tool Winbox en plak deze op de desktop van je PC. Dit is hier ook gedaan. Nu verbindt de MicroTik router door middel van een netwerkkabel aan de netwerkkaart van je PC. En hou rekening met de tekening hierboven hoe de router aan te sluiten. En je ziet hier, dit eerste, deze poort hier, is Ether 1. En deze is bij default geblokkeerd door de firewall. Dit wil zeggen dat deze poort niet toegankelijk is voor Winbox, Telnet, SSH enzovoort. Dus moet je je netwerkkabel in een andere poort gaan pluggen, dus Ether 2 tot en met hier te zien Ether 10, of heb je een kleinere router, kan je natuurlijk Ether 2 tot 5 gebruiken. En we gaan kijken wat we nog kunnen doen. Dus verbind de MicroTik router door middel van een netwerkkabel aan de netwerkkaart van je PC. En hou rekening met de tekening hierboven hoe de router aan te sluiten. Dus Ether 1 is verboden. Indien je natuurlijk de default instellingen hebt gewist, is dat niet meer nodig, want dan is er geen firewall niet meer en dan kan je deze wel gaan gebruiken. Maar ik ga ervan uit, als je een nieuwe router hebt aangekocht en die staat in default instellingen, dat je deze nog niet hebt gereset. Goed, plug de MicroTik router voeding in het stopcontact, zodat de router van stroom wordt voorzien, dat is vanzelfsprekend. En eens de router is opgestart, klik op de tool Winbox en zie naar het Winbox venster. Wat is daar te zien? Ik ga hier even scrollen. Het venster ziet er zo uit. Je ziet hier Connect to, kan het MAC-adres zijn of het IP-adres. En de login, als deze standaard is, is deze admin en als paswoord laat je deze gewoon leeg. Je ziet hier bij Node MicroTik staan en deze is de naam van de router. Goed, en voor de rest, als je dus uw MicroTik router aansluit, zie je hier het IP-adres verschijnen. En hier een MAC-adres. Je ziet hier de
Identity Microtik. En deze kan je gaan wijzigen. Goed, we gaan dat later wel gaan zien. Hier is de router OS versie en hier is het model van je router. Goed, de uptime. Je ziet hier 1 minuut en 49 seconden. Dus als je je Microtik router hebt, kan je ofwel op het IP-adres gaan inloggen, maar dan moet je zien dat je IP-adres ook op je PC staat. Dus je moet in dezelfde IP-range zitten, dus namelijk 192.168.88.0/24. Hierin moet ook je PC verbonden zijn. Dus op dit netwerkadres. En dan kan je met een IP-adres gaan inloggen. Zo niet heeft Winbox een eigenschap dat je met het MAC-adres van de router kunt gaan inloggen. Eens je deze router hebt geselecteerd, klik hier op Connect en je kan verbinden met de router. Goed, eens je de router hebt geopend, zie je zo'n venster gelijk dat je hier ziet. We zien hier Quickset, Caps Manager, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Switch, Mesh, IP enzovoort. Dus dat zijn allemaal parameters die je kan gaan wijzigen en volledig kunt gaan configureren. Oké, goed, we zien hier een paar belangrijke dingen. Bijvoorbeeld, hoeveel interfaces heeft je router bijvoorbeeld? Dat kan je dan hier zien. Je wireless interface, welke is dat? En deze moet je dan hier gaan configureren. En indien je een bridge wenst, kan je bijvoorbeeld interfaces in deze bridge gaan stoppen. Dus je maakt eerst een bridge aan, je stopt daar bepaalde interfacepoorten in en op deze manier kan je je router gaan opbouwen. Goed, oké, maar we gaan hier meest leren hoe je met Winbox moet omgaan. Oké, goed, ik ga hier even naar beneden en we zien hier het een en ander dat we gaan bekijken. Ik ga nog even naar boven scrollen. Je ziet hier 192.168.88.0/24 is het netwerk. En indien je je Microtik router hebt aangesloten op je PC, gaan we even kijken of je hier in de command prompt kan zien welk IP-adres je PC of laptop geeft. Dus ik ga hier op de command prompt. Goed, wat ga ik doen? Ik ga dus gewoon ipconfig ingeven. En wat zien we? 192.168.88.254. En de default gateway, dus je router, heeft het IP-adres 192.168.88.1. Je kan met het IP-adres gaan inloggen. En nu gaan we even naar de praktijk gaan. En ik heb hier dus de command prompt hebben we al uitgeprobeerd. En we hebben dus verbindingen via het IP-adres. Dus indien je een IP-adres hebt verkregen van de router in de 192.168.88.0/24 range, log in op IP-adres. We gaan kijken wat dat geeft. We gaan naar de router toe en ik ga hier op klikken, dus hetzelfde, dus op Winbox. Je ziet hier dat er smart screen is momenteel niet bereikbaar, want we hebben geen internetverbinding. Dat moet je niks van aantrekken, gewoon uitvoeren. Ik ga dat hier vergroten, zoals je hier op de planning hebt zien staan.
Zie je hier inderdaad dit venster verschijnen? Dus we gaan hier op het IP-adres gaan inloggen. Waarom? Omdat deze meer stabieler is. Goed, oké, dus 192.168.88.1 als gebruikersnaam admin en als paswoord geef je niks in en klik je hier op connect. Nu ben je hier ingelogd in de router. Oké, we gaan even naar de lijst kijken en we zien, indien je een IP-adres hebt verkregen, hebben we ingelogd op het IP-adres en dat is gelukt. En bekijk de configuratieinterface en verken de MikroTik router. Dat gaan we nu gaan doen. Goed, en na de verkenning gaan we gewoon de MikroTik router gaan resetten zonder default instellingen en probeer terug in te loggen. Dat gaan we later doen. Eerst ga ik u wat meer uitleg geven over de configuratieinterface van Winbox. Oké, hier zie je dus de interfaces. En ik heb hier een kleine router met 5 poorten en een SFP-poort, is een voor glasvezel. En we zien hier Ether 1, Ether 2, 3, 4 en 5. En Ether 1 is hier in dit geval de WAN. Dus deze moet naar het internet. En we zien hier de interface list. De Ether 1 interface zit in een WAN list. En de bridge zit in de LAN. En de LAN is je privé netwerk. Goed, dus we zien hier de LAN zit in de bridge. En dit wil ik je even tonen als we naar bridge gaan. Hier hebben we bridge. En bij de poorten zit Ether 2, 3, 4, 5 en de SFP-poort. Als je nu wil kijken welk IP-adres deze bridge geeft, kan je dit gaan doen door op IP adresses en kan je hier het adres gaan bekijken. En alles wat met IP te zien heeft. Dus als we naar IP gaan, adresses, DHCP client, DHCP relay en DHCP server, DNS, de firewall. Hier heb je nog allemaal verschillende parameters dat je kan gaan ingeven. En als we eventueel even kijken naar de firewall, kan je al zien, dus filter rules. Hier heb je de firewall. Dit is hier wel een beetje gewoon uitleg. Dus je hebt adreslijsten, connection tracking enzovoort. Goed, maar dit zo gelaten, heb je hier system en je kan de naam hier gaan wijzigen, identity. Hier kan je gewoon de naam gaan wijzigen van je router. Bijvoorbeeld R1 en zie hier waar MikroTik staat. Ik ga op apply klikken en er staat router 1. Zo vlug gaat dat. Oké, goed, wat je hier ook nog hebt en wat je hier allemaal kunt gaan leren. En we hebben hier ook system. En je hebt hier resource. Je ziet de uptime. Dus het vrije geheugen en totaal geheugen. Je hebt hier de CPU-architectuur. En deze geeft hier 4 kernen. En hier zie je de frequentie, CPU-load. En hier heb je ook wat opslag enzovoort. Dus dit kan je hier allemaal aflezen.
En wat ook belangrijk is, is System, Held. En hier kan je zelfs de voltage en de temperatuur van uw MikroTik router gaan aflezen. Goed, ja, dat zijn allemaal stappen die we moeten gaan nemen. Wat je hier ook bij Tools kunt hebben, is dat je kan pingen. Je kan een bandwidth test gaan uitvoeren, e-mails gaan verzenden, noem maar op. Dit is hier allemaal zo gesofisticeerd dat je in feite een volledige studie moet hebben over de MikroTik router. Dus wat hebben we gedaan? Bekijk de configuratieinterface en verken de MikroTik router. Dat hebben we nu gedaan. En reset de MikroTik router zonder default instellingen. En probeer terug in te loggen. Dat gaan we nu ook gaan doen. Hoe moet je een MikroTik router gaan resetten? We gaan terug naar de router. We gaan naar System. Reset Configuration. En we gaan No Default Configuration gaan aanvinken. En dit wil nu zeggen dat geen enkele configuratie gaat geladen worden. Reset Configuration en bevestig. En je MikroTik router zal gaan terug opstarten. En dit gaan we nu gaan aanduiden op onze lijst. Dus reset de MikroTik router zonder default instellingen en probeer terug in te loggen. Dus dat gaan we dan ook gaan doen. Indien je geen IP-adres hebt, kan je alsnog inloggen met het MAC-adres van de MikroTik router. Dus en dit gaan we na de reset even gaan proberen. Dus we hebben de router gereset. We gaan hier op cancel klikken. En hier zie je nu het MAC-adres verschijnen. Geen enkel IP-adres. Dus gaan we hierop klikken via het MAC-adres en we gaan inloggen. Goed, en lukt dat niet? Heb ik hier een truc voor? We gaan namelijk naar netwerk en internetinstellingen openen, adapteropties wijzigen en ik ga hier op Ethernet 2, onboard LAN hier, bij u kan dat Ethernet 1 zijn en ik ga naar eigenschappen, internetprotocol versie 4. En geef een volgend IP-adres in. Dus je mag eender welk IP-adres gaan invullen. Dus ik neem nu 192, 168, 101 bijvoorbeeld. Zo, en ik ga gewoon op OK klikken. En goed, dat gedaan zijnde, gaan we gewoon gaan verbinden. Dat is een truc dat ik u meegeef. Indien je niet kan inloggen via het MAC-adres, dus dat lukt dan wel. Goed, dus je ziet, je kan zowel op het MAC-adres als op een IP-adres gaan inloggen. Goed, oké, we gaan even naar de lijst gaan. Indien je geen IP-adres hebt, kan je alsnog inloggen met het MAC-adres. En dat hebben we gedaan. Geef de interface waar je mee bent verbonden een IP-adres 192.168.101. En ik ga dat moeten wijzigen, want ik denk dat ik dit IP-adres aan mijn netwerkkaart heb gegeven. We gaan kijken wat ik hier heb ingegeven. Dus ik ga hier terug even netwerk. Adapteropties, zo, eigenschappen, oké. Ik kan hier bijvoorbeeld een 2 ingeven. Zo,
dan is dat ook in orde. Goed, oké, we gaan dus terug naar de router toe. En als je wilt weten met welke interface ik verbonden ben, kan je dat gemakkelijk zien. Je ziet hier de R-running. Dus ik ben hier met Ether 2 verbonden. En nu ga ik al een IP-adres gaan toekennen aan Ether 2. Dus klik op IP, adresses. We gaan op het plusteken gaan klikken. En we gaan hier bij interface Ether 2 gaan selecteren. En we gaan hier 192.168.101/24 gaan ingeven. Apply. Oké. En als we nu hier op het IP-adres gaan klikken, kan je deze gaan uitschakelen door hier op het kruisje hier te klikken, uitschakelen, inschakelen. Hier op de min kan je deze gaan verwijderen en hier kan je één toevoegen. Als je een interface of gelijk wat wilt gaan toevoegen, klik je hier op een blauw plusteken en je kan hier terug iets gaan toevoegen. Is dat nu een andere interface? Want bij interfaces heb je hier ook tunnels, VPN-tunnels, VLANs, bonding en noem maar op. Goed, oké, als je een VLAN hebt toegevoegd, ik noem maar wat hier, een VLAN 10. En we gaan dat aan Ether 1 hangen. Bijvoorbeeld, en we moeten dit verwijderen, gaan we gewoon de VLAN gaan selecteren en hier op het min-teken gaan klikken. En de VLAN wordt verwijderd. Zo simpel is dat allemaal. Maar hier heb je zodanig veel parameters dat je kan gaan instellen. Dit is geen gewone router. Oké, we gaan even nog naar de lijst gaan. Geef nu een vast IP-adres en de netwerkkaart van je PC in dezelfde IP-range. En geef de MikroTik-router een andere naam en wijzig de logingegevens. En dat is het laatste dat we gaan doen. Dus we gaan terug hier naar de MikroTik router. Ik ga de session beëindigen, disconnect. Hier heb je het IP-adres waar ik nu ga terug met inloggen. En wat we nu gaan doen is eerst en vooral system, identity. En ik ga hier identity router 1 gaan geven en laat hier ook de MikroTik hier. Zo, router 1. En om het de login te gaan wijzigen, gaan we naar system, users. En hier zie je de default user, admin. Maar we gaan een andere user gaan aanmaken. Dus klik op het plusteken. Als user ga ik mijn naam gebruiken, Jean-Pierre. Oké. De groep kan je ook gaan wijzigen, lezen, schrijven of volledige access. En hier hebben we wel volledige access nodig. En als paswoord, oké. Dus dit is gewoon een andere login. En wat je ook kan doen, allowed adres, is dus de IP-adressen of de IP-range die hier mag inloggen, is bijvoorbeeld in dit geval hier 192.168.100.0/24. Dus deze IP-range heeft juist maar
permissie om in te loggen. Dus apply, oké. Indien je nu gewoon admin selecteert en verwijdert, dus op het minteken, gaan terug de session disconnect. En wat nu? Nu gaat dat niet meer lukken. En je ziet hier identity router 1. En wat moet ik hier ingeven? Jean-Pierre. En ik ga hier een paswoord ingeven. Oké, goed. En als je dit hier hebt gedaan, kan je je logins en je routers gaan opslaan gewoon door hier op add te klikken. En hier staat 192.168.101 in. En dat is de naam. Deze bijvoorbeeld is verkeerd, dan kan je deze nog altijd gaan weghalen. Goed, maar indien je nu hierop klikt en zegt gewoon op connect, kan je direct verbinden. Dus dit hebben we hier ook gedaan. We hebben dus Winbox en Winbox is ook een programma die regelmatig moet bekeken worden of er updates zijn, ja of nee. En dit doe je als je MikroTik router is verbonden met het internet door op check voor updates te kijken. Deze router is nu niet verbonden met het internet en kan hier niets vinden, maar indien je router is verbonden met het internet, ga je hier ofwel een melding krijgen dat je al de laatste nieuwe versie hebt, of indien er een nieuwe beschikbaar is, dat je deze kan gaan downloaden. Oké, ik ga het hierbij laten wat MikroTik voor beginners betreft en het werken met Winbox. Ik denk dat je al een hele boterham te doen hebt. En indien je dit allemaal onder de knie hebt, kan je stap voor stap je MikroTik router gaan configureren door middel van nog MikroTik voor beginners tutorials. Ik dank u voor jullie aandacht en alvast tot de volgende tutorial wat mij betreft.